Hallo sabberlingetjes van Justice Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe battle van de UPAEL. Het is weer tijd om tegen Sander te gaan vechten. De vorige heb ik gewonnen met 1-0, heel nipt, door mijn lieve Spiritomb. Die is natuurlijk ook nu weer eens bij ons. De match gaat beginnen zo te zien. Kijk, daar komt de match. Zoals je kunt zien heeft hij weer heel veel dezelfde Pokémon meegenomen. Volgens mij dezelfde als de eerste keer, de eerste battle. Dus laten we met Spiritomb gaan beginnen. En hij begint meteen met Drapion. Oké. En ik hypnosis hem. Oh, cancel. Nee, doe maar Hidden Power. Mocht hij op Aerodactyl komen? Oh, Primarina. Ah, ja, dat zat er wel in. Oké. Een Fairy Pokémon. Yeah. Sludge Bomb. Oeh, nu komt Aerodactyl, Rock Flying. Oh nee. Ja. Nu komt Rock Flying opeens om de hoek kijken. Wat ga ik daar eens mee doen? Dat was ik vergeten. En als zijn speed kan mega hoog zijn en ik ben zo sloom. Wat ga ik hiermee doen, jongens? Wat ga ik hiermee doen? Niet veel, hè? Hij had het door. Hij had me door. Hij is sneller dan ik. Ja. Yeah. Oeps. Oké, nice. Rock ground. Ik wil eigenlijk naar Azumarill toe. De kans dat ik dan dood ben is heel groot. Zijn speed is nog steeds hoger dan de speed van Azumarill. Dat is wel echt lullig. Steelix. En hij mist de Rock Blast. Oké. Okay. Stealth Rock. Oh, hij earthquaked. Zijn speed kan hoger zijn. Dat is wel lullig. Zijn earthquake was sneller. Dat is lelijk. Deze gaat niet lukken, heb ik al gezien. Dit wordt heel lastig. Ja, het zat er wel in. Ik had moeten shadowballen net. Ice Ghost. Hij gaat sowieso switchen natuurlijk. En het zal wel naar Aerodactyl zijn. Ja, dan kan ik het beste Stonings doen.
Nice. The predictions. Okay, High Dragon, Dark Dragon. Of zou die de prediction soort doen? Nee, oké. Inferno Overdrive zal wel sterk zijn, zal niet doodgaan, denk ik. Oké, nou, daar kan ik mee leven. Extreme Speed dan? Yes. Oké, er is weer een beetje hoop. Er is weer een beetje hoop. Frostlass. Sacred Fire. Alleen hij is. Oh, wat een anuslikker. Ik vergeet het weer. Hij deed de vorige keer ook al. Een vieze Destiny bond van hem. Ja, ik moet er wel om lachen. Ik vind het wel grappig. Ze zijn allebei aan het sliepen. Dan doe ik hem. Want dan doe ik de Dream Eat. Want als hij dan switcht, dan heeft hij alsnog een sliepende Pokémon. Oh, is immuun. Oh, ik ben zo'n stomme mongool. Ik ben zo'n. Oh, oké. Daar had ik nog geluk. Maar ik ben echt een domme mongool. Ja, nou, nu wordt het heel moeilijk. Oh, fuck. En ik had moeten hypnosis er net. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Please kill him met Velstinger, dan heb ik nog een kans. Oké, nu krijg ik boosts. Attack geboost. Oké, netjes. En hij is nog gesleept. Yes! Oké, netjes. Ik heb weer gewonnen. Weer maar 1-0, dus ik schiet er helemaal niks mee op. Maar toch vond ik het cool. Toch ben ik blij met mijn gevecht. Twee keer gewonnen. Helaas twee keer maar 1-0. Dat was elke keer close call. Dus verder schiet ik er echt niks meer op. Omdat ik de eerste natuurlijk dik verloren had. Maar toch leuk dat ik twee wedstrijden heb gewonnen. Ik ben blij. Bedankt voor het kijken. Adios amigos.